Hoi, het is een kerstverhaal en dat heet Ons Portiek. Neem een slok koffie. Ons Portiek, kerstverhaal. Minks kerstkolom, 24-12-21. Ze waren spiksplinternieuw. 6 portiekwoningen aan de Haagse Breedstraat. 35 jaar geleden betrokken we ze tegelijkertijd. We liepen elkaars deur niet plat. Het leven was goed zo. Een van de eerste nutsvoorzieningen die we in ons portiek regelden was een speciaal stopcontact voor de jaarlijkse kerstboom. Alle hingen er dingetjes in, overeenkomend met hun eigen smaak. Stien en Janus, rechterdeur begaande grond. Grove volksmensen met een hart van goud. Van hen de hoerige kerstballen van kristal. Ik had de linker parterre deur, ik was voor de kerstboomverlichting. Boven mij het Indische echtpaar Kroes, beide ingetogen zoals Indische mensen dat kunnen zijn. Zij een Oriëntaalse Rubens keukenprinses en hij een kwieke Indo-rocker. Van hen de Wajang-poppetjes. Op dezelfde verdieping boven Stien en Janus woonden Joke, Gerard en hun 4 kinderen. Elke zondagmorgen en middag een wandeling naar de Zwarte Kousenkerk. Achter ons huizenblok. Joke en de dochters verplicht gerokt en niet blootshoofds. Vader en zoon voorop in donker kostuum. De ster van Bethlehem was hun duit in het zakje. Derde etage links, Josje, Joop en hun dochtertje. Heavy metal types. Hun bijdrage was een aantal van die zilveren doodskoppen. Ook goed. Boven rechts Kees en Koos, 2 met elkaar getrouwde mannen. Van Kees de expliciete kunst en Koos voor snoezig roze strikjes. Het was nooit zo uitbundig, gewoon als de boom stond, een uurtje met een drankje. Dan waren we heel even een soort van hechte familie. Nu na 35 jaar is iedere oorspronkelijke bewoner, behalve ik, verdwenen. Een aantal overleden en de rest is verhuisd naar beter. Ja, er wonen wel weer andere mensen in de portiek, maar die zijn toch anders. Ze zijn heel erg aardig, daar niet van, maar ze doen niet aan kerst. Soms, als mijn blik op het stopcontact valt, voel ik me wat verlaten. Wellicht wordt het eens tijd voor een nieuwe kerstboom in ons portiek. Nou, dat was hem. Ging eigenlijk een beetje over mijmeren van vroeger, hè? Nou ja. De tekst was van mij, Mink Oud. En boekjes van die boekjes kun je kopen. www.konkshop.nl. Ik zeg prettige kerstdagen. En niet veel eten. En koffie. En er zit ook nog een schilderij bij. Want dat doe ik altijd als ik deze column schrijf, wil ik daar een schilderij bij. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou van schilderijen. Ik zeg, we nemen een bakje koffie. Goedenavond.